die definitie voor van een huwelijk is wel iets heel moois, terwijl dat een huwelijk op dit moment ook niet echt super populair nog is. Ik vraag mij ook altijd af, moeten we altijd die oude begrippen wegwerpen en een nieuwe in de plaats stellen? Kunnen we ook niet die oude begrippen herinvullen? Ja. We zijn getrouwd. En we zien elkaar graag. Ja. Wij zijn getrouwd, maar we hebben geen romantische relatie. En eigenlijk is het wel een heel goede zaak dat we geen romantische relatie hebben, want het is net daardoor dat onze relatie zo duurzaam is. Derde bachelors zat ik samen met haar in de klas. En ik heb dan een performance gedaan over mijn situatie, want ik verbleef in België met een studentenkaart. Maar ik wou heel graag hier blijven, ik wou ook absoluut niet naar Rusland gaan. Maar als je van buiten de Europese Unie komt, kun je niet zomaar verblijfsvergunning bekomen. Op papier bestaat dat mogelijkheid wel, maar in de werkelijkheid is het totaal niet haalbaar. En ik had op dat moment helemaal een clash. En daar ging de performance over van... Ik ben hier thuis, mijn leven is hier, mijn vrienden zijn hier, maar ik kan hier niet blijven. Ik had ook geen enkele zin om te gaan trouwen voor papieren. Twee relaties zijn op zo'n manier kapot gegaan. Ik wou dat dus helemaal niet. En dan was ik ook gewoon geïnteresseerd in de situatie rond de migratie en hoe dat werkt. En de definitie van een huwelijk is de creatie of het in stand houden van een duurzame levensgemeenschap. En de definitie van een schijnhuwelijk is als je enkel en alleen trouwt voor papieren. Dus toen zijn we beginnen opzoeken wat eigenlijk een levensgemeenschap, wat die definitie dan is, want die wordt niet in het wetboek uitgelegd in de artikel. En dan hebben we bijvoorbeeld in de ecologie of in de biologie zo definities gevonden. En daar vonden we één definitie van een duurzame levensgemeenschap is eigenlijk een levensgemeenschap waar verschillende soorten duurzaam samenleven. Duurzaam dus ook voor heel lange termijn, niet met de intentie om kort in relatie te gaan. Die definitie van een huwelijk is wel iets heel moois, terwijl dat een huwelijk op dit moment ook niet echt super populair nog is. Veel mensen gaan daar ook niet meer voor, of veel huwelijken zijn niet duurzaam. En toen dacht ik, oké, misschien moeten wij wel met elkaar trouwen met de intentie om heel die duurzame levensgemeenschap te stichten. Wij trouwen niet enkel en alleen voor papieren, want wij willen echt als kunstenaars die duurzame levensgemeenschap gaan ontdekken voor onszelf en onze omgeving. En we dachten, we gaan ook alles documenteren, want dat is ook belangrijk voor ons werk. Maar ook voor de dienst migratie, waar we op een bepaald punt wel mee te maken gaan krijgen. En we dachten ook van, we gaan daar wel heel transparant in proberen zijn, naar de dienst migratie toe. Dat wij eigenlijk geen romantische relatie hebben. En dat wij ook op dat moment hadden wij andere partners. En nu hebben we ook andere partners, maar anderen dan toen. Omdat die relaties niet zo duurzaam waren. Als die van ons. We waren echt heel erg gestrest als wij wisten dat wij naar het interview in de cel schijnhuwelijken moesten. En wij hebben dus online opgezocht welke vragen dat er dan gesteld worden normaal. En we hebben echt geblokt gelijk voor examens. Ja. En een van de vragen was, wat heb je gisteren en deze ochtend gedaan? En dan hebben we... Omdat we in Oostende aan het werken waren al met die voorbereidingen, dan dachten we gaan mossels gaan eten. Zodat wij morgen iets kunnen vertellen wat we gisteren gedaan hadden. Ja. Ja, als huwelijk en als artistieke praktijk, dat is gewoon één ding. Allee, dat is... Ja, ons leven loopt elkaar. En ons leven is onze artistieke praktijk en onze artistieke praktijk is ons leven. En een Theater aan Zee was het ook een gewone trouwfeest, zonder veel theatraals daarachter. Maar het was wel een artistieke context geplaatst.
Dat werd niet een voorstelling genoemd, want we wilden dat niet. En dat werd dan een ritueel genoemd. En dan was al onze familie uitgenodigd. Ook haar zus en haar mama zijn overgevlogen. En ook twee vrienden uit Rusland. Ja, en, maar dan hebben we ook voor de andere helft gewoon tickets verkocht. Dus mensen konden ook gewoon en zaten ook gewoon aan tafel met onze familie. Dus we wilden ook die ambiguïteit opzoeken en die kwetsbaarheid. En we wilden ook dat er discussie over zou ontstaan. En niet dat wij dat deden en dat iedereen zoiets had van, ah cool. Nee, we wilden net die vraag. Omdat wij ons ook afvroegen van, is het eigenlijk wel duurzaam wat wij aan het doen zijn? Wij konden ook voor een samenlevingscontract gaan. Wij konden ook gewoon zeggen van, oké, dat had even goed gewerkt. Maar ik dacht, het is veel interessanter om... Omdat die definitie van dat huwelijk zo mooi is. Omdat in plaats van dat begrip dat niemand zich meer nog kan toe-eigenen, dat opnieuw waarde te geven, dat dat iets is dat eigentijds wordt of breder kan worden ingevuld. Opnieuw in een andere vorm kan werken. Ja, en eigenlijk het concept van huwelijk, ja, dat bestaat al 2000 jaar of langer. Maar in die 2000 jaar is die ook heel veel geëvolueerd. Het idee om uit liefde te trouwen, die is ook maar 100 jaar geleden ontstaan. Daarvoor was liefde apart en de familie gezin apart. Ja. Dus wat wordt het dus wij zijn veel traditioneler eigenlijk. Wij zijn niet geïnteresseerd om als een soort voorbeeld of als een soort, want of in het slechtste geval dat dat heel slecht afgelopen als een martelaar te worden geschetst van ergens een ideologie waar wij achter staan. Ik denk dat het belangrijk is om naar jezelf te kijken en kritisch te zijn voor jezelf. Je kunt een bepaald idee hebben over iets of je kunt een rechtvaardigheidsgevoel hebben, je kunt voor iets staan, maar niet in die mate dat je ergens tegen bent. Want voor mij, zolang je ergens tegen bent, besta je ook alleen maar in negatie van dat ding waar je tegen verzet. En dus is heel mijn vraag heel vaak geweest, hoe kan ik als persoon individueel voor mijn gemeenschap, op mijn niveau, iets doen en daar een balans in vinden of zo. En ik denk dat dat project daar zeker deel van uitmaakt. Maar dat is onze laatste interesse geweest om te gaan bashen op een systeem. Dat is niet interessant, ook niet. Ja, ja. Dan is dat ook niet een artistieke praktijk. Dan ben je gewoon bezig met een politieke daad en dat is niet wat wij doen. En het werkt ook sowieso niet op zo'n manier. En je hebt heel de wereld die tegen elkaar bost. Ja. Of ja, die dynamiek is niet geïsoleerd van de anderen. Nee, dus wij zijn heel erg, wat het enige dat we activistisch kunnen noemen bij ons, of maatschappelijk geëngageerd, is dat we heel erg geloven in liefde. En dat we dat vooruit willen. En niet alleen naar elkaar toe, maar ook samen als team naar andere mensen toe. En dat we daar wel echt heel hard voor gaan.